Welkom, trainersbabbel. Lokeren, Cercle Brugge. Einduitslag 1-0, 6.110 toeschouwers. Uiteraard beide trainers welkom. Bob, kan je laten drinken? Hart. Ja, is voetbal, hè. Okay, ja. Je moet je punten halen, zeker als je weet dat de andere ploegen voorstaan. Okay. Dat is niet, ons niet gegund. Zeg ik, die eerste minuut was er te veel aan? Ja, okay, ik denk dat we wel kansen hebben gehad, zowel de eerste helft als de tweede helft. Maar okay, als het net niet is, is het net niet. Ik kan me voorstellen dat dit niet gepland is. Een 0-9, drie laatste wedstrijden. Ja, we wisten dat we een moeilijk programma hadden. Dus ja, dan weet je dat het moeilijk wordt. Maar oké, okay, het is voetbal. Hè. Er zijn, ik denk dat vandaag iedereen heeft gezien van de voormiddag dat er erger dingen in het leven zijn. En wij krijgen misschien nog een kans om het goed te maken. En er zijn bepaalde mensen die die kans niet krijgen. Mis je bijvoorbeeld een Jatschuk vandaag? Ik ga nu praten over wie we missen of niet. Ik denk we missen play-off 1 en dat is het belangrijkste. Misschien een domme vraag. Komt zwaar aan toch, denk ik, hè? Nee, ik ben heel gelukkig nu. Nee, maar voor de club, dat was toch niet gepland? Ja, oké, okay, maar het heeft geen zin om daarover door te dramen. Ik denk dat het is wat het is en we kunnen er niet veel meer aan doen. Je moet de jongens niet opladen om een play-off 2 te spelen? Ja, oké, okay, maar dat zien we later wel. Dank je, Bob.